En dan slapen, dan zijn de schapen. We hebben vandaag voor de kinderen een kunststof kweekpot meegenomen. Daar zit een beukennootje in, daar zit potgrond in. En zo willen we de kinderen graag stimuleren om met groen bezig te zijn, er eigen boompje te laten kweken. Biodiversiteitscertificaten uitdelen aan kinderen. Als ze die verdienen natuurlijk. Dit bedrijf van Toon Ebbe, want Ebbe is al jarenlang de hoofdsponsor van de Nationale Boomfeestdag. Het Land van Kuik en Ebbe Boomkwekerijen hebben daarmee de race en de prijs voor dit jaar gewonnen. En dit jaar de 55e Boomfeestdag hier in het Land van Kuik. Elke gemeente heeft zijn eigen Boomfeestdag gevierd. We hebben in Boksmeer hebben het NK Maasheggenvlechten gehad. En dit is wat dat betreft de bekroning van een mooie groene week. Het is vandaag de Nationale Boomfeestdag. En dan is het van belang dat we dus dat al die jonge mensen zich bezig gaan houden met de natuur. Want het wordt toch nog te weinig gedaan, vinden wij. Welkom op dit 55-jarig jubileum van de Nationale Boomfeestdag. Boris de Das en Simon, hier ben je, de vos. Simon en Boris die wonen in het Land van Kuik. En ik zie hier een hele leuke wens hangen trouwens. Wij willen optreden met ons bomenlied. Kap met kappen, hier is... De Zevensprong! Mooie wereld. U als directeur heeft nu een nieuw onderkomen. U bestaat al 150 jaar. De Boomfeestdag 55 jaar. Dat zijn twee feesten op één dag. Hoe bijzonder is dat voor u? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, zoveel feestelijk heb ik me nog nooit gevoeld. En het allerleukste vind ik al die kinderen hier bij ons op bedrijf in die hal. Bijna nog net zo leuk als al die kinderen vanmorgen op die plantlocatie met die witte petjes op. De mooiste Boomfeestdag die ik ooit heb meegemaakt. Nou, dank u wel. Heel mooi gezegd. Meneer Hoes, denkt u dat er over 50 jaar nog steeds een Boomfeestdag zal zijn? Ja, ik denk het zeker. Kijk, het is nu 55, hè, dus over 55 jaar, dan staan jullie misschien wel hier, een van jullie. En dan gaan we nog steeds Boomfeestdag vieren. Want je merkt dat het voor iedereen gewoon leuk is om het één keer in je leven mee te maken. De Bijbel staat ervoor. Vandaag is de dag. Is de dag. Er komen weer veel bomen bij.
Ja, vandaag is de dag. Is de dag. We planten bomen zij aan zij. Zij aan zij. Ze maken de wereld schoon. Het lijkt misschien gewoon. Gewoon. Geloof me, dat is echt wel heel bijzonder. Ja. Ze houden ons gezond. Gezond. In steden groen en bont. Bond. Iedere boom is werkelijk een wonder. Oké, okay. Iedereen, het is tijd voor een nieuw begin. Dans en spring, maar het allerbelangrijkste, zing. Kom op. Voor de aarde, water, vuur. Plant nu de zaden en geef ze de duur. Groei, groei. Kom op. Z'n allen. Dan wordt het tijd om iets te doen. Aan een zorgeloze toekomst, aan je eigen stukje groen. Want als de bomen het niet pikken, nou dan laten ze ons stikken. Frisse lucht is veel meer waard dan een miljoen. We zijn de hart. Zoals altijd dansen. Hey, hey, hey. De hele ding staat op zijn kop. Ik pak de mooiste van de dansvloer. En ik zeg luister, lieve Paul. Heel makkelijk deze. Kijk me aan als je me kussen. Voel je me beter, dan voel je me beter. We zijn de handje. Ik ben gevraagd door deze prachtige dag om een boom ook te planten. En nu zijn we hier met z'n allen. Nou, je ziet Sandra en vele prominente en hoogwaardigheidsbekleders. Weet je, het voelt relaxter. Want de druk is eraf. Ik hoef niks meer. Ik hoef alleen maar aarde bij die prachtige boom te doen. Dus hey. Ik heb het denk ik onder controle. Maar je merkt gewoon dat er spanning heerst. Oh, snel, snel, snel. Het duurt nog 20 minuten voordat de prinses komt. Oh, snel, 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 snel. Ja, dat moet natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. Dus 7 ja, schuift het alles op. Ja. Ja, we willen zo meteen een boodschap uit gaan geven natuurlijk. En die 28 slachtoffers gaan herdenken. Met de mooie gedenkbomen, 28 gedenkbomen, ballonnen die de lucht in gaan. Dus we gaan er iets moois van maken. Prinses Maxima, een rondje geven. Ja, leuk hè, dat ze er is. Wij zijn allemaal ontzettend blij dat u toch nog de kans heeft kunnen zien om langs te komen. Ja, doe gerust die zonnebril op, want de zon... Ik heb het besteld. U heeft een, denk ik, een best heftige dag achter de rug. U bent net terug uit Lommel, waar de herdenkingsdienst plaats heeft gevonden. Naar aanleiding van het busongeluk in Zwitserland.
En daar konden wij natuurlijk ook niet helemaal aan voorbij gaan. Prinses Máxima, lieve dames en heren en vooral ook lieve kinderen. Ik ga me vooral even tot jullie richten. Want jullie hebben vandaag hier honderden bomen geplant. En bomen roepen emoties op. En de 22 kinderen en de 6 volwassenen die vorige week zijn overleden, roepen ook heel veel emoties op. Wat jullie hier nu zien, dat zijn 28 meidoornbomen. En die hebben de naam Meidoornboomfeestdag ter gelegenheid van ons jubileum uitgebracht. En ook deze 28 gedenkbomen die we zo gaan planten, staan symbool voor het leven dat doorgaat. De wortels in de grond en de kroon tot in de hemel. Een verbinding tussen hemel en aarde. Dank u wel. Ja, leuk.